We staan vandaag bij Plein Muziek en bij mij staan twee bestuursleden. Misschien kunt u zich even voorstellen. Peter van Leeuwen, voorzitter van Plein Muziek. Henk van Lierop, ik doe de publiciteit hieromheen. Ja, precies. En hoeveelste keer is het nou dat jullie het organiseren, of tenminste dat het georganiseerd wordt? Dit is de 16e keer. 16e keer? Ja. Goh, en alweer plannen voor de toekomst voor volgend jaar? Uiteraard. Nummer 17 komt er volgend jaar aan. Zo uit mijn hoofd weet ik nog niet de data, nee. Maar de 17e keer komt echt. En in de loop van het eind van september komt het bestuur weer bij elkaar om in ieder geval daar alvast de basis voor te leggen. Ja. We zitten nu op de derde zondag en we hebben zojuist een fantastisch koor uit Leiden-Dorp gezien. 75 mannen en vrouwen sterk. We gaan straks verder met een coverband, Harry's Herrie. En we zullen straks wel horen hoeveel die herrie is. Ja. Dat is wat vandaag betreft. En het enthousiasme van de mensen is nog steeds even groot? Nou, u ziet het hè, op dit moment. Ja, we hebben heel veel concurrentie van Max Verstappen op dit moment. Dan is er een zwemloop op de Wassenaarse Slag, waar we een heleboel publiek voor missen. Dan is er op de hockeyclub, de Kievitier Golfclub, daar is ook iets begonnen. Daar missen we een heleboel mensen van. Dat we dus desondanks zoveel publiek hebben, ik ben daar trots op. Maar heel mooi weer gehad, alle drie de keren. Ja, alle drie de keren en we hopen ook op de vierde keer, volgende week, dat het weer ook zo fantastisch is. Nee, maar het is natuurlijk wel zo, want we hebben het straks over die optredens. We hebben elk jaar opnieuw, en dat is dus gewoon helemaal uitgegroeid tot een ware traditie in Wassenaar. Er zijn Wassenaars die stemmen hun vakantie daarop af. Ja. De laatste twee zondagen van augustus en de eerste twee zondagen van september, die kan je alvast in je agenda van 2020 noteren. Ja. Want dat zijn de data waarop wij hier weer zo goed mogelijk voor de dag proberen te komen. Even een vraagje, hoe betalen jullie dit allemaal? Want de entree is gratis. Dat, we worden gesponsord. Oh. En ik heb dat de eerste zondag, want je kunt dat niet elke keer halen, maar eigenlijk moet je het elke keer wel zeggen. Wij bestaan bij gratie van de Wassenaarse ondernemers. De Wassenaarse ondernemers brengen het bedrag bij elkaar waar we dit allemaal voor kunnen doen. En wat ik zojuist gezegd heb, ook de vrijwilligers die hier rondomheen dartelen en doen, zorgen ervoor dat we dit kunnen doen. Nou, ik hoop op een hele mooie laatste voorstelling volgende week. En we gaan nu even genieten van, want er komt wat herrie op de achtergrond, heb ik begrepen. Ja. Dank u wel. Dank u. Oké. Okay.